Ik ga jullie een verhaal vertellen over een League game. Een League game die alle League spelers wel zullen herkennen. Je weet het wel, potje solo queue en jij gaat lekker, wint je lane, maar de rest van je team zit te feeden als een stel idioten. Maar jij denkt, weet je wat, ik ga het wel met eentje oplossen. Ik ga deze game carryen, ik hou mijn geduld erbij, kopje erbij en we gaan het omdraaien. Dit is mijn verhaal. Voor degenen die nooit League met mij gespeeld hebben, ik ben best wel een oké AD carry. Ik ben niet de beste Vayne, maar het komt er wel mee door. Maar goed, helaas is mijn team niet de beste en ik moest er maar het beste van maken. En ik begon ook heerlijk met een mooie double kill. Got him! Come on! Nee, come on! Ja! Worth! Ik wist mijn score zelfs te verdubbelen naar een 4-0 score. Door een middel van mooie kiting acties, mooie teamfights en het ging allemaal lekker. En hier pakken we een mooie double kill weer op in de volgende fight. Maar helaas gaat mijn team ook met hele rare dives komen die je zo meteen zult zien. Come on! Yes! Door! Come here, bitch! Oké, laat maar! Hey! The fuck, dude! En vanaf dat moment gaat alles door je hoofd heen. Jouw team feed, alles komt naar jouw lane toe. Zoals je ziet, 4 man op jouw lane, 5 man op jouw lane en zelfs een tower die met 4 man. En dan begint de tilt. Dan word je gek en gestoord. Maar dan is het aan jou om rustig te blijven en daarna de plays te maken. Want die gaat zeker komen. Jij moet bij jezelf denken, ik ga plays maken, ik ga het winnen voor mijn team, ook al doen zij het fout. Yeah, baby! Lekker! Maar ja, de enemy jungler is natuurlijk aan het snowballen. Die gaat ongeveer 7-1 rond de kwartier, 8-1 ondertussen. En het is gewoon niet te stoppen. Die is ongelooflijk sterk. En de damage output van je tegenstander is zo hoog dat je gewoon bijna gaan one-shot wordt in elke fight. Het is bijna niet te doen en dan moet je kalm blijven. Maar wat je gaat doen? Jij gaat plays maken. Jij gaat spullen forceren om te winnen. Get fucking wrecked! Het zijn natuurlijk van die momenten dat jij als Vayne of AD Carry of Carry zelf bidt allemaal zoveel mogelijk kills te pakken voor jezelf en daarna het team natuurlijk te carryen naar de victory. Want het is lastig om anderen te laten carry, dus je gaat ervoor om zoveel mogelijk kills te pakken ten koste van alles. En helaas ga je vaak dood, maar als jij maar een double kill pakt is het worth. En helaas verlies je op zo'n moment ook natuurlijk de eerste inhibitor en de moed die zinkt je in de schoenen. Maar dan, die ene Baron call voor jou. Die alles zou kunnen turnen. Wordt uitgevoerd door jouw team. Maar heerlijk de Evelyn kill natuurlijk. Heerlijk een kill. Dus de smiter is voor jou. En we de Baron oppakken met geluk. Ratsie platsie. Zo doen we dat. Ik had het dus over plays maken. Hier zag ik een 2 tegen 1. En die ga ik gewoon aan natuurlijk. Tegen de Kha'Zix en de Renekton. Met een heerlijke flashplay met Vayne en Hatzeflats. Zo'n double kill voor mijn team. Gaat leiden naar de victory. Met zulke plays kom je er wel. En de teamfight gaat hartstikke goed. Helaas, Pindakaas is wel de Evelyn superster. Dit zijn van die games die 3 kwartier duren. En ze hebben binnen nog 1 laatste inhibitor te push bij ons te doen om te winnen. En gelukkig kon mijn team nog net stand houden. Dat zijn die momenten waar je echt je hart begint te pompen. Alles gaat sneller. Je zit helemaal gefocust. En je wilt gewoon de game binnen na 3 kwartier. En dit is dat moment dan maar. Ze maakten een fout bij hun siege. Daarna besluiten ze Drake te doen. Dit is mijn moment te shinen. De ene laatste fight van de game. Je ziet de Evelyn staan. Flasht op haar. Maakt eraf. En daarna ga je gewoon voor het team en voor de victory. Dit zijn de games die we allemaal kennen als League speler. Waar jij als team je eentje je hele team moet dragen. Je team helemaal slecht is in solo queue. Maar toch er bovenuit komt en gewoon de game wint. Met die ene laatste teamfight.
Alright mensen, dit was een ander soort video dan jullie normaal van mij gewend zijn. Het was een keer een League of Legends video, een game die heel vaak aangevraagd werd dat ik die moest opnemen en uploaden voor jullie op YouTube. Want ik speel deze game heel vaak in mijn vrije tijd, maar maak daar nooit video's van. Dat is ook een heel andere stijl als ik normaal doe eigenlijk op mijn kanaal. Het was veel editwerk, het was een keer wat anders, een soort verhaal erbij. Die alle League spelers natuurlijk wel zullen kennen, zoals ik in de video zeg. Ik hoop gewoon dat jullie het leuk vonden. Vind je het hartstikke leuk? Zeg het even beneden in de comments natuurlijk. Ik zal me hartstikke een goed gevoel geven als je zegt dat het een leuke video was. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog als je het leuk vond. Want als dit leuk is gevonden, ga ik vaak voor jullie League of Legends doen. Ook vaker op deze stijl. Ja, dat is mijn excuus dat vandaag geen Minecraft Murders opgenomen. Want deze laatste 2 weken zijn we nou eenmaal heel erg druk bezig. Iedereen die normaal meedoet met Minecraft Murder, met Mindtopia. Hopelijk vond je deze video ook hartstikke leuk. Doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Ik zie jullie graag in de volgende video. Laat hem dan eens zien. En natuurlijk, peace.